vind het super spannend. Lieve kijkers niet. We zijn nu momenteel hier in Nettelur, bij ons thuis, het huis van Lindsay. Ik zou Lindsay omschrijven als een doorzettertje, maar vooral ook perfectionistisch. Ze neemt geen genoegen met minder. Dat is in school, dat is in schaatsen en alles. Ja, ook gewoon heel loyaal meisjes. Toen ze zich plaatste voor de Olympische Spelen, wisten we natuurlijk wel dat het een ticket van het land was. En dat Lindsay zich nog via interne regels moest kwalificeren. Maar stiekem in mijn achterhoofd heb ik altijd wel gedacht dat zij zou gaan. We hebben iedere dag contact en vaak via FaceTime. En dan gaan we lekker bellen met elkaar en over leuke dingen hebben. We hebben het helemaal niet over schaatsen. En vooral even, vaak wel gewoon, hoe was je training? Maar daar laten we het dan bij. Ik vind het super spannend. Liever kijk ik niet. Ik heb gewoon heel veel kribbels in mijn buik. En dan gewoon omdat je hoopt dat ze kan laten zien waar ze zo hard voor gewerkt heeft. En als moeder wil je gewoon dat de droom van je dochter uitkomt natuurlijk. Dan wil je eigenlijk niet zien als het niet zou lukken. Lin, je kan het. Ik geloof in jou. Jij gaat dat goed doen. Zet hem op. Yes. Oh, ja. Voor Lindsay van Zundert. De score die bepaalt of Lindsay van Zundert top 25. Yeah! Yeah! 3, 2, 1. Ja! Wow! 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 Geweldig gedaan. Goed dat ze gewoon dubbel is gegaan in plaats van triple. Trotse coach, hè? Ja, absoluut. Super trots. Ik zit hier met Lezen. Oh, leuk. Hé, hey, dat is Sven. Hoi, Sven. Hoi poes! Dag jullie! Love you! Love you. Hou, van jou. Hou van jou, goed gedaan! Heel trots op jou! Dag schatjes! Dag schatje! Doei, doei poes!